ziet, ik werk vandaag vanuit huis. Net zoals velen van u ziet het leven er anders uit, ook voor mij. Noodgedwongen doe ik als gemeente een stapje terug in onze dienstverlening. Het wordt wat lastiger om afspraken in te plannen en we richten ons op de dingen die echt nodig zijn. Bijzondere betrokkenheid voel ik bij de mensen die op het ogenblik nog grotere problemen ondervinden. Mensen in onze economie, mensen in ons bedrijfsleven, mensen in de zorg, mensen die onze scholen draaiende moeten houden, maar ook mensen die ziek zijn en thuis zijn en last hebben van dat vervelende coronavirus. Ik besef dat er bijzondere offers van zal gevraagd worden. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat onze samenleving een tandje lager gaat draaien, dat we minder contacten met elkaar hebben. En dat zijn best lastige momenten en ik hoop dat we met elkaar ons daarvoor kunnen inzetten.